Er zijn grote veranderingen gaande in de sector zorg en welzijn. En het hoger sociaal-agogisch onderwijs wil daar tijdig op anticiperen. U kijkt naar een korte impressie van wat de maatschappelijke veranderingen betekenen voor met name de grootste bestaande opleidingen in het hoger sociaal-agogisch onderwijs. Dit is een eerste impressie die nog wordt gevolgd door een completer beeld waaraan momenteel wordt gewerkt. En met name de arbeidsmarktprognose die zal daarin gedetailleerder worden uitgewerkt. Als we kijken naar het veld van zorg en welzijn, dan zien we het volgende beeld waarin de verschillende branches zijn uitgezet naar de zorgzwaarte. Aan de rechterkant ziet u met name preventieve zorg, lichte zorg en links meer de intensieve en langdurige zorg, waarin verschillende branches actief zijn. Als we bovenaan beginnen, dan ziet u daar de sector welzijn, de branche welzijn, uitgewerkt, waar jaarlijks ongeveer 700 maatschappelijk werkers en ongeveer 250 SPH'ers instromen. Een veel grotere sector is de sector gehandicaptenzorg. Jaarlijks stromen daar ongeveer 850 SPH'ers in en 280 MBD'ers. De geestelijke gezondheidszorg, inclusief de verslavingszorg, is ook een behoorlijk grote sector waar jaarlijks ongeveer 450 SPH'ers en 340 MBD'ers instromen. Een duidelijk kleinere sector is de justitiële hulpverlening of gedwongen hulpverlening. En de jeugdzorg is ook een wat kleinere sector met ongeveer 26.000 arbeidsplaatsen, waarvan jaarlijks ongeveer 440 SPH'ers en 500 MBD'ers instromen. Als laatste de verzorging, verpleging en thuiszorg, een hele grote sector waarvoor de SPH en MBD niet heel veel studenten instromen, namelijk zo'n 140 SPH'ers en 160 MBD'ers. Als we kijken wat er op dit moment gebeurt, dan zien we erg veel beweging in de sector. Eigenlijk zien we de maatschappelijke beweging van een verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij, waarin de dure AWBZ met verzekerde rechten die op indicatie worden verstrekt, wordt omgebouwd naar een meer betaalbare WMO, waar alleen noodzakelijke vergoedingen worden verstrekt. We zien de vermaatschappelijking van de zorg, het moet goedkoper worden. Marktwerking heeft een grote invloed en door de val van het kabinet is er nog even uitstel voor de invoering. In het verleden is gebleken dat de financiering een heel grote invloed heeft op de uitvoering van de hulpverlening. Op dit moment is het zo dat de AWBZ daarin als verzekering een heel grote financier is binnen de zorg. En we zien dat de WMO met name binnen welzijn meer terrein krijgt. En de verwachting is dat de WMO binnen het hele palet van zorg en welzijn een veel dominantere rol zal krijgen. En de AWBZ mogelijk alleen nog in de zeer intensieve en langdurige zorg van toepassing zal zijn. Als we kijken naar de vraag die er is vanuit de verschillende branches, dan zien we wel een bepaalde hoofdlijn. Dat is namelijk dat elke branche op zoek is naar een breed inzetbare ondernemende professional. En anderzijds zoekt de branche ook professionals die specifiek zijn opgeleid voor hun eigen branche. Zo zien we die beweging naar de specifiekere eisen heel sterk terug in het ontstaan van specifieke competentieprofielen. 2 jaar geleden is die van de jeugdzorg gepresenteerd. 1 jaar geleden die van de GGZ-agoog. Het profiel welzijn wordt op dit moment door Movisie en een aantal partners geschreven. Binnen de gehandicaptenzorg zijn een paar jaar geleden profielen geschreven die nu worden omgebouwd tot een arrangement. De vaktherapeuten, de beeldende speltherapeuten, muziektherapeuten, dramatherapeuten, hebben vorige maand hun beroepscompetentieprofiel gepresenteerd. En binnen de forensische psychiatrie is met name ook het profiel van de forensisch sociotherapeut 2 jaar geleden gepresenteerd. Naast deze beroepscompetentieprofielen is er ook een opkomende registratieplicht, zoals we die nu ook zien ontstaan binnen de jeugdzorg. Naast deze specifieke eisen is het werkveld ook op zoek naar een brede inzetbare professional die flexibel en ondernemend is. En dat heeft alles te maken met de geschetste ontwikkeling, waarin er 1 allround hulpverlener per cliënt wordt gezocht. De marktwerking
bediend moet worden. En de vermaatschappelijking van de zorg veel meer eisen stelt aan het organiserend vermogen van de professional. Als we kijken naar het arbeidsmarktperspectief, dan zien we ook onder invloed van de geschetste veranderingen een verschuiving optreden. Met name in opbouwwerk, maar ook in ambulante hulpverlening zullen steeds meer mensen op eigen kracht worden aangesproken, op hun netwerk of algemene voorzieningen worden ingezet en minder professionals. We zien linksonder, met name in de intensieve en langdurige zorg, wel een toename van behoefte aan vooral verpleegkundigen. En in het middenveld is het voor te stellen dat er een verschuiving plaats zal vinden van meer vrijwilligers in de ambulante zorg. En de professionals zullen met name in de intensieve en langdurige zorg nodig blijven. Het is moeilijk om iets te zeggen over de toekomstige ontwikkelingen, gezien alle veranderingen die nog best pril zijn. Er wordt wel gesproken over een eerste lijns en een tweede lijns onderscheiding, waarin de eerste lijns agoog als een soort sociale huisarts, met name door MBD'ers, CMV'ers en wellicht ook GPW'ers of HBO-psychologen bemenst kan worden. En de tweede lijns agoog die dan meer in de intensieve begeleiding en behandeling actief is, waarbij te denken is aan SPH'ers, HBOV'ers, maar wellicht ook de vaktherapeuten. De betekenis voor het HSAO in afwachting van de sectorverkenning, en dat laatste is met name van belang omdat op dit moment vanuit de HBO-raad een sectorverkenning plaatsvindt, is al wel duidelijk dat in ieder geval binnen het HSAO aansluiting bij de veranderende benodigde competenties van de verschillende branche belangrijk zal zijn. In de tweede plaats is het aansluiten bij het arbeidsmarktperspectief van groot belang en zal het HBO ook een maatschappelijke bijdrage willen leveren die passend is bij de missie. Daarnaast hebben we niet gesproken over de studievraag van de student die uiteraard ook een rol speelt. Als we kijken naar het landschap van opleidingen, zoals dat er nu uitziet, zien we hier een
overzicht waarin een aantal opleidingen zijn weergegeven in dit veld. Waarbij het vrij duidelijk is dat de SPH en MBD-opleidingen toch op dit moment, maar mogelijk ook voor de toekomst, de grootste spelers zullen zijn op dit veld. Wat al deze ontwikkelingen betekenen voor SPH als grootste opleiding binnen het HSHO met ongeveer 4000 startende studenten per jaar, wil ik een paar dingen noemen. De kern zal zijn dat de intensieve en langdurige zorg en hulpverlening centraal zal blijven staan. Er zal wel een sterkere verbinding gelegd kunnen worden met verpleegkunde, met name ook vanwege het arbeidsmarktperspectief. En het kan ook zijn dat in verband met de betaalbaarheidsproblemen van de vaktherapeuten binnen de GGZ er ook een beweging nodig is om de vaktherapie een stuk in te integreren binnen SPH. De aansluiting bij MBD op het middenveld als nieuwe sociale huisarts zal van groot belang zijn. En uiteraard zal ingespeeld moeten worden op een aantal tendensen die er zijn. De vermaatschappelijking van de zorg, waarbij eerst de eigen kracht, eerst de eigen netwerken en algemene voorzieningen aangesproken zullen worden. Marktwerking zal ondernemerschap vragen. Ontsnippering zal betekenen dat de SPH breed inzetbaar moet zijn en gericht is op vraagsturing en ook aan kan sluiten bij de ambulantisering van de zorg. Het op je handen zitten zal nog wel een hele training vergen. Als we kijken naar de opleiding MBD met jaarlijkse instroom van ongeveer 3200 studenten, is de gedachte dat de MBD'er zich vooral zal ontwikkelen tot een breed inzetbare sociale huisarts. Op pad eigen kracht aanspreken, netwerken aanspreken, collectieve voorzieningen inzetten, zijn erg van belang. En de maatschappelijk werker zal met name als een case manager, met name in de situatie zelf, arrangementen moeten kunnen opzetten, maar ze ook moet kunnen uitvoeren en kunnen aansturen. Een nauwe verbinding met de CMV'er en wellicht ook de GPW'er is erg van belang. En uiteraard ook op het middenveld de aansluiting bij de SPH. Op grond van het voorgaande wil ik graag enkele beleidsaanbevelingen onder de aandacht brengen. Met name dat het belangrijk zal zijn om aan te sluiten bij niet alleen de kwalitatieve vragen, maar ook de kwantitatieve vragen van elke branche. De beleidsmatige expertise per branche vraagt om aandacht. Het primair proces is bij studenten en docenten vaak erg in beeld, maar de beleidsmatige kant kan soms naar de achtergrond verschuiven. En de vertaling daarvan naar het onderwijs zal steeds belangrijker worden. Kennisplatforms binnen het HBO inrichten per branche en minor kan ervoor zorgen dat er een goede aansluiting met de branches komt. Betekent ook dat in kaart gebracht moet worden wat de betekenis is van de kanteling van de zorg voor elke branche afzonderlijk. Dit zou verwerkt moeten worden in minoren en zo nodig ook in een post-HBO aanbod. Belangrijke component daarbij is dat triologisch onderzoek, dus onderzoek waarin zowel docenten, studenten als werkveld betrokken zijn, opgezet wordt dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen de branche. Ik hoop dat deze korte impressie een bijdrage levert aan het gesprek over een toekomstig bestendig HSHO en ik kijk daar van harte naar uit.